verlies vandaag in Leiden. Waar ging je het mis vandaag? Ik denk dat er heel veel kleine dingetjes fout gingen. Heel veel 50-50 ballen, dus ballen die eigenlijk los zijn en die up for grab zijn, dus die iedereen kan pakken, die hadden zij al de hele tijd. Daarnaast maakten we gewoon veel fouten in de verdediging. Dingen die we hadden afgesproken kwamen niet na. Dus ik denk dat we gewoon over het algemeen niet scherp waren. En net in de kleedkamer, wat zei de coach net tegen jullie? Nou ja, er is niet zo heel veel te zeggen. Ik bedoel, iedereen die baalt ervan. Maar goed, het seizoen is nog lang. We moeten niet te lang hierbij stil blijven staan. We moeten proberen elke dag beter te worden wat we de afgelopen weken hebben gedaan. En daar moeten we gewoon mee doorgaan. En zulke wedstrijden moet je gewoon scherper zijn. Ja, maar inderdaad, qua scherp zijn, zeg maar, de start. Silvano nam na 12-2 een time-out. Hoe kan het, zeg maar, dat jullie zo beginnen? Nou, ik denk dat het gewoon scherpte is. Ik bedoel, dat zijn tekenen dat je niet scherp begint. En dat heeft misschien ook een beetje met ervaring te maken, met wat vaker hier spelen. Maar nogmaals, dat mag gewoon niet gebeuren en daar moeten we volgende keer meer klaar voor zijn. Dankjewel.